Ben je tussen 7 en 11 jaar oud, dan hoor je in de mini-categorie thuis. Tweede wedstrijd in Niamey Benelux, Belgisch kartingkampioenschap 2018. Hier in Francorchamps met Simon Lacroix, die snelste was in de tijdtrainingen. Met Douwe De Dekker, met Tristan Kroon, met Kimi Abraham. En hij is de uittredend kampioen, de regerend kampioen 2017, mogen we dan stellen. Eén manche, kwalificatie manche, dat zien we hier in de regen, het natte circuit. Dat is de tweede, de eerste werd dan op het droge gereden. Een mooie mix, de wisselende omstandigheden in Francorchamps. En na deze kwalificatie iets met Douwe De Dekker, met Kimi Abraham, met De Pullman, Simon Lacroix en Amaury Meertens. Worden de punten gescoord en de startopstelling compleet gemaakt voor deze finale in de zonneschijn. Met Douwe De Dekker, met Kimi Abraham, met Simon Lacroix en Amaury Meertens. De opperste concentratie en de start die wordt vrijgegeven. Met Kimi Abrahams, met Douwe De Dekker, met Amaury Meertens en Nathan Otting. Simon Lacroix in de achtervolging. En dan komt er een mooi gevecht tussen Kimi Abraham en Douwe De Dekker. Voor die eerste positie, Amaury Meertens en Simon Lacroix. Die strijden voor de derde positie. En Nathan Otting, die komt opzetten ook. Marcel Otting is actief in de rallycross. En de zoon bij de minis onderweg in de karting. En dan de finale ronde zie lopen in deze finale. Met Kimi Abraham, met Douwe De Dekker. Recht een stuk op naar de zwart-wit geblokte vlag en de overwinning voor Kimi Abraham. C'était très difficile, Het was zeer moeilijk dit weekend, het was ook zwaar dit weekend. Natte omstandigheden en droge omstandigheden vertelden we al. Maar tevreden met zijn podiumplaats, met zijn overwinning, met zijn prestaties. De minis zien we terug voor de derde wedstrijd in het Belgisch kampioenschap op 21 en 22 juli aanstaande in Genk. Ja,